20-20 voor Excelsior. Marinus Dijkhuizen zei, ja, 35 punten, dat is wat we willen halen. Tot vorig seizoen was het eigenlijk 34 punten als grens. Maar ja, daar kun je ook mee degraderen, vragen dat maar aan Heracles Almelo. Dus vandaar dat alle trainers die daarmee te maken hebben, die onderin spelen, de grens hebben verlegd van 4 naar 35. Voor de derde ontmoeting dit seizoen tussen AZ en Excelsior. Onder de beeld de opstelling dus van Alkmaar Zaanstreek. Met een Schoes. Mijnans gekomen van Sparta. En dat is maar goed ook voor AZ. Speciale aanvoerdersband ook. Zie je bij El Yacoubi. Straks zullen we die waarschijnlijk wel wat duidelijker in beeld krijgen. Met de opstelling. Ja, met wat AZ-huurlingen op het middenveld. Hier de vijf man achterin. Drie centrale, El Yacoubi, Abuja en Nieuwpoort. Hoornemans en Chuaon. Baas Goudmijn en Koopmijn. Dus dat zijn de beide AZ-huurlingen. Waarbij Goudmijn ook nog eens een keer tegenover zijn vader staat. Die assistenttrainer is. Hier zit hij. Ken dat Goudmijn. Kerkes. Klaas. Kerkes, goede bal binnendoor bij Karlsson. Dit is prima. Zo verras je een tegenstander. Dit zijn de momenten, maar dan Pavlidis. Die vergeet daar zijn voet tegen die bal te zetten. Dit was een geweldige aanval. Ja, de duimpjes gaan omhoog richting Kerkes. Er zijn steekpaasje tussendoor. Was de aanleiding van deze kans. Goes. Yacoubi vindt daar Koopmijners. Die zoekt Goudmijn. Maar vindt Sugawara. Karlsson direct naar Mijnans. Moeite met de aanname en de controle, maar toch komt hij verder, scoort hij. Dan wordt die bal nog even van richting veranderd, denk ik. Via Nieuwpoort, maar de handjes kunnen de lucht in de 20e minuut voor de goal van Mijnans. Hij die overkwam van Sparta en meteen vol aan de bak moest. En dan met rechts schiet hij in en via Nieuwpoort inderdaad gaat die bal binnen. Het is niet de mooiste goal die hij ooit gemaakt heeft. Maar het is wel lekker om hier de openingstreffer op je naam te schrijven. Rechtsruimte, Sugawara. Gaat door het midden richting Pavlidis. Reinders zocht Pavlidis opnieuw. Goes op Pavlidis, terug op Reinders. Nu weer in één keer terug, dat gebeurt dan niet. Dus moet Reinders het zo doen. En dat doet hij niet helemaal naar behoren, want Van Gassel weet te redden. Maar nu komen ze er toch een paar keer redelijk makkelijk doorheen gesneden. Goes naar Oldgaard. Mensen door het midden komt per toeval uit bij Mijnans. Richting Karlsson. Die moet spectaculair en die gaat spectaculair. En dan is het 2-0. 27e minuut. De voorsprong verdubbeld. Was het bij de 1-0 Karlsson naar Mijnans, is het nu Mijnans naar Karlsson. Maakt het mooi af. Mijnans met rechts voor en dan is dit spectaculair gedaan door Karlsson. Dan krijgt Mijnans na een eerdere goal nu ook een assist op zijn naam.
Klaas, Odgaard. El Yacoubi met de sliding is net te laat. Odgaard mee is onder andere Pavlidis. En nou, Mijnans duwt hem binnen. Dat gaat heel, heel snel, heel vlot. Half uurtje onderweg. 3-0. Geen buitenspel. Pavlidis. En dan is Mijnans die hem binnen tikt. Het is inderdaad 3-0. Zijn tweede van de dag. Horemans. Ruwes terugleggen. Azar kan prima. Nu met rechts uithalen. Dan is hij voor Matthew Ryan. Ja, hij. Een van de initiatiefnemers ook voor de speciale aanvoerdersband. Voor die aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Giro 555 is open voor uw giften. Klaasie. Mijnans. Karlsson. Pavlidis kiest positie. Odgaard komt in het midden ook opgedoken. Odgaard. Oh, dit is een mooie goal. Dit is een mooie aanval. Dit is 4-0. Oeh. Dat doet ook zo'n 1-0 met je, dat je ook wat meer durft. Meer risico's durft te nemen, wat sneller durft te spelen. Het vertrouwen neemt natuurlijk ook toe om dat te doen. En als er dan voldoende beweging is, dan gaat dat ook. Gerkes. Karlsson. Niet alles lukt, hoewel. Zomaar de bal terug in de voeten geschoven. Odgaard. Mijnans en dan is daar Sugawara. De redding van Gassel. Van Gassel. Even die bal aantikken. Goes. Dan is hij voor Goudmijn. Terug naar de man van de hoekschop. Strakke bal. En daar, oh, Pavlidis. Ja, die hadden we nu niet gehad. 5-0. Ja, ze scoren wel vaker, AZ. 5 goals in dit stadion. Zij hebben ze er al bij neergelegd, denk ik. Dat is een avondje bier drinken, hoor. En laten we hopen voor hen dat op een gegeven moment de schade gaat meevallen. Ja, schitterend afgemaakt. Prachtig op de pantoffel genomen, Pavlidis. Ja, dat zijn de Excelsior fans, hè? Nou, zij zien er de lol op een of andere manier wel van in. Dat geldt niet voor de trainer, want die is stront en strontzagrijnig. Kerkes. Weer daar gemist. Jongen. Nou ja, het is niet allemaal raak. Odgaard met de kans. Schiet dan tegen Chua om op. Dan wordt het voor rust nog wat halve dozijn vol. Goes. Mijnans terugleggen. Klaasie door combineren richting Pavlidis. Richting Mijnans. Links ruimte bij Kerkes. En hier bij Karlsson. Karlsson. Een zeer opportunistische schot. Stijve Gassel echt een veel te goede keeper voor. Om hem zo te verrassen. Mijnans. Sugawara. Veel ruimte, Pavlidis. Pavlidis uithalen, verre hoek. Oh, en dan bijna via de knie van Hatzidiakos. Valt hij nog binnen. Op de paal. Sugawara. Pavlidis komt naast. Dat is dan een redelijk vrije kopkans. De vrolijkheid daarom.
En ik heb niet het idee dat de Excelsior-fans na afloop van deze wedstrijd boos de bus van Excelsior opwachten. Want ze hebben het zwaar naar hun zin. Nou ja, zwaar naar hun zin, dat geloof ik ook weer niet. Maar ze maken er in ieder geval het beste van. Polonaise lopend in het uitvak. Odgaard. Odgaard. En dan wordt hij weer goed verdedigd door Seymour. Maar AZ gaat denken aan aanstaande weekend tegen Feyenoord. Barassi van Brederode, buurmeester en De Jong. Dat betekent dat van alle reservespelers alleen Lachto niet zal invallen. De Wit van Brederode. Terug meester De Wit. En van Brederode, ja, dat was nog aardig geweest. Maar bal weggehaald door Serrano Seymour. Invaller die naar rust direct kwam. Centraal achterin komen spelen. Heeft al aardig wat ballen weg weten te halen. Reinders. En Mijnans. Dan is het voor Van Gassel. Maar in ieder geval weer een vrolijkheidje aanvallend gezien van AZ. Meester Wit met zijn linker gaat hij dan naar zijn rechter. Dat is op zich onhandig. Reinders. De Wit terug. Reinders. En het laatste schot van de wedstrijd gaat over. En dan is het voorbij. Dan is het over. Dan is het gedaan. En is AZ de nieuwe koploper in Nederland. De nieuwe koploper in de Eredivisie.